Ik ben Ina, de huisseksuoloog van Flair en ik beantwoord al jullie prangende seksvragen. Tijdens de seks is het belangrijk om alles rondom ons even te vergeten, want afleidende gedachten hebben een remmend effect op onze opwinding. Wanneer we seks hebben, verliezen we de controle over wat er met ons lijf gebeurt en dat kan angst oproepen. Bovendien geef je jezelf letterlijk en figuurlijk bloot en dat maakt ons kwetsbaar. Bij afleidende gedachten kan het gaan om onschuldige gedachten, maar ook om angsten, onzekerheden of twijfels. Het kan ook zijn dat de seks te voorspelbaar is geworden. Doordat je al weet wat je mag verwachten, ben je sneller afgeleid. Afleidende gedachten zetten een rem op seksuele opwinding. Hoe beter we erin slagen om ons te focussen op wat er met ons lichaam gebeurt, hoe beter onze lichamelijke reacties. Een eerste tip is zelfliefde. Leer van jezelf en jouw lichaam te houden. Dat zal je ook zelfzekerder maken in bed. Door sociale verwachtingen denken we nog al te vaak dat seks pas geslaagd is wanneer je een orgasme krijgt. Probeer je in plaats daarvan meer te focussen op het hier en nu en onthoud dat seks niet altijd fantastisch kan en moet zijn. Prikkel al jouw zintuigen door bijvoorbeeld de kamer te verwarmen, een geurkaars aan te steken, een muziekje op te zetten, een blinddoek te dragen of te focussen op jouw ademhaling. Seks mag niet te voorspelbaar worden, dus probeer af en toe iets nieuws uit en zorg voor variatie. Gebruik een speeltje, kies een andere locatie uit of probeer een nieuw standje. Zorg voor een uitgebreid voorspel en bouw rustig op. Start bijvoorbeeld met het strelen van elkaars lichaam van kop tot teen, zonder een plekje over te slaan. Door met elkaar te praten kom je erachter wat de ander fijn vindt en wanneer je last hebt van afleidende gedachten, kan het opluchten om dit te delen met je partner. Flair.